Oliver weet het zeker. Feyenoord wordt kampioen. Daar wil hij natuurlijk bij zijn. Daarom pakt hij zijn Feyenoord spullen in zijn Feyenoord tas en komt hij naar Nederland toe om de wedstrijd te bekijken. Papa zegt, dit gaat misschien de enige kans dat je kan zien. Ze gaan winnen de cup, Frans. Dus daar moet je bij zijn? Ja, daar moet ik bij zijn. Oliver heeft de liefde voor Feyenoord van zijn vader gekregen. Dat is een enorme fan van de club uit Rotterdam. Zelfs in Australië volgt hij alles op de voet. Toen Olly in 2004 geboren is, toen heb ik met mezelf afgesproken. Toen de tijd dat als Feyenoord ooit kampioen gaat worden, dan wil ik hem dat laten meemaken. Dus ik had gehoopt dat het iets eerder was gebeurd. Maar aan de andere kant is het eigenlijk leuk dat hij het nu meemaakt, want hij is nu 12 en dan beleeft hij het eigenlijk natuurlijk veel echter dan als hij bijvoorbeeld 5 of 6 was geweest. Is dat Olly? Ja. Dat is mooi. Geen wonder dus dat ze samen naar Nederland komen. Toch maar even controleren of Oliver het clublied wel goed kent. Hand in hand, de kameraden, hand in hand, verfijn er één. Geen woorden, maar daden, nee, verfijn er één. Nou, dat zit wel snor. Op naar Nederland dan maar. Van Sydney naar Rotterdam is een flinke reis. 24 uur in het vliegtuig. En dan ga je heel ver reizen voor een voetbalwedstrijd. Stel nou dat ze niet winnen. We gaan winnen maar. We gaan wel winnen. Weet je dat zeker? Ja, ik vind het heel zeker. Oliver maakt zich dus geen zorgen. Toch nog één keer voor de zekerheid. Wie wordt er straks kampioen? Hand in hand, de kameraden. Feyenoord kampioen.